Hallo allemaal, dit is een reading voor alle tekens, ram tot en met vissen. We gaan even kijken wat de energie op dit moment zijn in augustus, want we zitten alweer in augustus. Hopelijk hebben jullie allemaal gekeken naar de video, de winactie. Als je meedoet, dan win je een gratis reading. Dus wees er snel bij. We gaan een positieve reading doen om te kijken van wat is er goed in jullie leven? Wat is er mogelijk? Wat zijn de positieve berichten van het universum? En we beginnen met sterrenbeeld Ram. Sterrenbeeld Ram, eerste teken van de dierenriem, wordt geregeerd door Mars. Sterrenbeeld Ram, wat is er belangrijk, universum? Ik had graag de beste kaarten voor sterrenbeeld Ram. Wat is het beste nieuws voor sterrenbeeld Ram op dit moment? We gaan even kijken naar de pittige rammen. Pittige rammen, pittige boodschappen. Oké, sterrenbeeld Ram. Wat ik zie, Ram, is dat er een nieuw begin voor jullie ligt. Er gaat iets positiefs gebeuren, namelijk een grote verandering. Je zat een tijdje in een lack mentality. En dat betekent dat je eigenlijk dacht vanuit het gebrek. Van ik heb niet genoeg, ik ben niet genoeg, dat soort dingen. En lack mentality heeft ook te maken met een low vibration. Als je in low vibration zit, trek je ook low vibration dingen aan. Dus belangrijk is natuurlijk om daaruit te komen. En ik denk, je komt er overheen door moedig te zijn. Door nieuwe kansen aan te grijpen. Door nieuwe wegen te bewandelen. En het is net alsof je eigenlijk wakker wordt in één keer in een andere wereld. Misschien dat je eerst een beetje aan het slapen was en dat je in één keer wakker wordt en alles is veranderd. En het is een andere plek. Maar je hebt wel moed nodig. Moed om de visie voor te zetten die je dan krijgt. Dus om een nieuwe weg in te gaan, een nieuw begin. En moedige stappen te nemen naar een nieuwe weg. En je hebt je wel teruggehouden, maar ik denk dat jij nu openstaat voor de nieuwe mogelijkheden in jouw leven. En het heeft even geduurd, maar je bent eigenlijk een meester manifester geworden. Jij kunt realiseren wat jij zelf wil. Alleen dan heb je wel een open mentaliteit nodig. Dan heb je wel moed nodig. Want dat zijn de natuurlijke krachten van de ram. Moed en zelfvertrouwen om nieuwe wegen in te slaan. En dat zie ik jou ook doen, ram. Oké, wij gaan... mijn lamp even... Sterrenbeeld stier, tweede huis, wordt geregeerd door Venus. We gaan even kijken wat het universum tegen de lieve stieren wil zeggen. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld stier, tweede huis... Aardeteken stier. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld stier op dit moment? Wat mag ik doorgeven van het universum? Stier, wat ik eigenlijk zie is dat jij iets gaat uitwisselen met iemand. En ook jij hebt moed nodig om je eigen pad te lopen. Ook jij wordt begeleid door het universum om andere wegen in te slaan. En voorheen was misschien zekerheid jouw allerbelangrijkste factor. Als ik maar financiële zekerheid heb, als ik maar alles op een rijtje heb wat dat betreft. Maar je weet het universum of ja, niks is zeker in het leven. En ik denk dat jij daar zo langzamerhand achter aan het komen bent.
dat jij vast zat in een situatie, of misschien nog steeds zit, die jou misschien wel zekerheid bracht, maar niet de liefde. En ik denk dat jouw volgende padstier veel meer te maken heeft met liefde, met vrijheid. En niet meer alleen maar met zekerheid. Want je weet dat als je alleen maar zekerheid kiest, dat je dan niet het geluk hebt wat je graag zou willen. En jij weet ook, jij bent je eigen zekerheidsstier. En dat ligt niet, dat is niet iets wat buiten je ligt. Van, oh, ik moet me indekken, want dan heb ik zekerheid. Maar jij weet inmiddels, stier, dat vrijheid en liefde de dingen zijn die jou de zekerheid bieden. Dus jij kiest heel erg voor de liefde. En daarmee laat je ook iets achter natuurlijk. Je maakt betere keuzes. En je gaat namelijk de koning van zwaarden hanteren. En hier hebben we die Queen of Cups. De koningin van de liefde. En ik denk dat jij hier met deze het oordeel, dat betekent rebirth, dat jij eigenlijk van heel veel zekerheid vergaren buiten jezelf om, nu een innerlijke zekerheid gaat ervaren. En dat deze red heeft te maken met de liefde en met vrijheidsstier. Oké, even wat drinken. Sterrenbeeld tweelingen. Luchtteken tweeling, derde huis van communicatie. Mercurius, en Mercurius is retrograde in de maand augustus. Maar we gaan kijken naar de positieve dingen, ook voor de tweelingen natuurlijk. Sterrenbeeld tweelingen wordt geregeerd door Mercurius. Ja, ik zie een beetje conflicten hier en daar. En ik heb het idee, tweelingen, dat er een leraar in je leven is die jou veel leert. Waar je veel van kunt leren. En jij bent maar aan het wachten en het wachten en het wachten en het wachten. En dat komt omdat je nog steeds geen keuze hebt gemaakt. Ja, jij voelt het als een soort verantwoordelijkheid dat alles goed gaat. Maar er is wel stagnatie op het werk of in dingen om je heen. Misschien heb je wel het gevoel als jij vertrekt dat alles ineens stort of zo. Ja, maar je hebt een andere missie, tweelingen. Je hebt een andere missie, tweelingen. Jouw eigen kaart. En ja, het universum die wil jou een beetje door elkaar schudden om je te ontwaken. Misschien dat je bang bent om iemand achter te laten of voor jezelf te spreken van wat jouw wensen en verlangens zijn. Ja, ga weg en doe wat goed voor jou is, heb ik hier. Want het is ook de doodkaart, het einde van een situatie en een nieuw begin. Misschien ben je veel aan het dagdromen over bepaalde dingen. En het is gewoon op dit moment voor jou niet echt vervullend. Maar je kunt niet altijd maar blijven omdat je bang bent om iemand te kwetsen. Jouw tijd is nu, tweelingen. Het is tijd om te gaan. Hoi kreeft, vierde huis, wordt geregeerd door de maan. Sterrenbeeld kreeft universum, wat zijn de beste berichten voor sterrenbeeld kreeft? Wat is belangrijk voor sterrenbeeld kreeft op dit moment? Wat is belangrijk voor de kreeft? Wat zijn de goede berichten voor de kreeft? De goede berichten willen we. Ja, er wil hier iets doorkomen, kreeft. En je houdt jezelf ook nog een beetje terug, zie ik. Er ligt happiness voor jou. Maar ja, ik heb net als bij de tweeling heb ik het idee dat je een einde probeert te voorkomen. Maar dat is niet meer terug te houden. En want het geluk wil binnenkomen voor jou, kreeft. En misschien dat er een soort van
wat ik in die vorige video ook al zei, het universum wil jou bereiken met een bericht, maar je hoort het niet. Of het bericht wat jij uitzendt, dat is wat de ander niet bereikt. Een soort waterige toestand van, ah, weet je wel, als je in het water iets wil zeggen, dan moet je heel goed kijken en luisteren van, wat zegt iemand onder water? Weet je wel, dat soort dingen. Het bericht is nog niet bereikt bij deze persoon, van jou naar deze persoon, of van deze persoon naar jou. Maar er gaat verandering in komen. Het bericht komt binnen bij jou, of het bericht wat naar buiten gaat, van jou naar de ander, gaat eindelijk aankomen, kreeft. Dus dat is positief nieuws voor jullie. Sterrenbeeld Leeuw. Sterrenbeeld Leeuw universum. Wat is het positieve bericht voor Sterrenbeeld Leeuw op dit moment? Wat is het positieve bericht voor Sterrenbeeld Leeuw op dit moment? Het positieve bericht. 9 van staven. Maar we komen er wel, Leeuw. Het bericht aan jou, Leeuw, is eigenlijk dat jij elke keer denkt, misschien heb ik iets niet verdiend. Misschien verdien ik het niet. Misschien is er voor mij geen geluk weggelegd. Misschien is er voor mij geen welvaart weggelegd. Misschien moet ik harder werken om dingen te bereiken. En ja, eigenlijk is het zo, jij vraagt je elke keer af bij alles wat je doet, heb ik het wel verdiend? Of je moet iets verdienen om het te krijgen. Misschien dat jij in je jeugd heel erg te maken hebt gehad dat mensen zeggen, je moet heel hard werken en dan kun je iets bereiken. Maar ik wil jou juist vertellen, Leeuw, dat jij je mag meer vertrouwen en meer ruimte maken voor de dingen die binnen willen komen. En je hoeft helemaal niet zo hard te werken. Je hoeft niet te werken tot je neervalt. Dat hoeft helemaal niet. Het is de mindset. Het is ruimte maken. Het is vertrouwen hebben. Het is een soort shift in de overtuiging eigenlijk. Ik hoef niet meer te doen. Meer te werken. Meer, maar je moet meer ruimte maken en meer vertrouwen. In plaats van harder te werken, harder te sjouwen. Anders heb ik het niet verdiend. Maar je hebt het wel verdiend. Het is je geboorterecht, Leeuw. Dus hou op met dat overwerken. Ik moet meer, ik moet meer, ik moet harder werken. Nee, ik moet harder vertrouwen. Harder op mijn intuïtie vertrouwen. Harder in mezelf geloven. En ruimte maken voor de mooie dingen die binnenkomen in je leven. Maagd, sterrenbeeld maagd. Wat mag ik doorgeven voor sterrenbeeld maagd? Sterrenbeeld maagd, universum. Wat zijn de positieve berichten voor sterrenbeeld maagd? Wat zijn de positieve berichten voor sterrenbeeld maagd? Ja, maagd, wat ik heel erg... Ach, Jesus Christ. Wat ik heel erg zie bij jullie is die stagnatie. Stagnatie. En je staat er eigenlijk al een tijdje. Je staat er maar en je staat er maar. En iemand wil jou eigenlijk helpen, maagd. Iemand wil jouw creatieve vermogens laten zien aan de wereld. Openbaren, naar buiten komen. Maar jij denkt, ik ben niet goed genoeg of zoiets. Ik weet niet, je hapert, je staat er maar. Je staat er maar tot het universum op een gegeven moment ingrijpt. Om jou een duwtje te geven en dan moet je wel. En er is ook iemand in jouw buurt, heb ik het idee, die jou kan helpen. Misschien heb jij het idee, ik heb geen keus, ik heb geen keus. Of ik heb wel een keus, misschien denk je, ik heb een keus om het niet te doen. Maar wij denken dat we een keus hebben, maar het universum beslist. En als het universum beslist omdat jij een soul contract hebt, dan zal een torenmoment ingaan. Om jou uit je schulp te halen, niet om jou te straffen. En je denkt wel, ja, misschien wie ben ik dan wel? Misschien verzin ik wel dat ik iets kan. Maar er is iemand die jou helpt of probeert te helpen. En dus jij kunt de toren ontwijken. Eigenlijk kun je
Nou, de toren, hoe moet ik het zeggen? Je kunt het niet meer uitstellen, laat ik het zo zeggen. Je kunt niet meer uitstellen wat je hier moet komen doen, maagd. Dus ja, je bent er klaar voor. Het gaat gewoon gebeuren. En je moet jezelf openen. Je moet ontvangen, want je bent er klaar voor. En je kunt niet meer weglopen van die verandering en die spirituele gave die je hebt maakt. Dat is niet meer mogelijk. Oké, dus geniet ervan. Open up, zet jezelf open, ontvangen, geven. Ik ben er klaar voor. Yes, universum, kom erop. Ik ben er klaar voor, ja. Sterrenbeeld weegschaal. Wat zijn de positieve boodschappen van het universum voor zevende huis weegschaal? Wordt ook geregeerd net als stier door de planeet Venus. Sterrenbeeld weegschaal, zevende huis. Ja, er is hier iemand in je leven weegschaal, heb ik het idee. Misschien ook een luchtteken. En de situatie is een beetje anders dan jij denkt. Iemand hier heeft een keuze gemaakt voor zichzelf, voor zijn of haar eigen leven. En jij zit wel op dezelfde golflengte met deze persoon, zie ik. Maar je zit allebei een beetje in een wachtstand. Of jij bent aan het wachten of deze persoon is aan het wachten. Deze persoon is iemand die goed voor zichzelf zorgt. En jij weet eigenlijk niet alles. Jij weet niet alles, maar het universum vraagt jou gewoon om jouw pad te lopen en het vertrouwen te hebben in divine timing. Divine timing is wanneer alles samenkomt. En maar in de tussentijd moet jij gewoon je eigen pad vervolgen. Je moet gewoon je eigen gang gaan en uiteindelijk komt het allemaal samen wat ik zei. De persoon waar je mee te maken hebt, die aandacht van deze persoon is elders. En heeft niks met cheaten of zo of dat soort dingen te maken. Deze persoon heeft nog wel dingen op te lossen en is gewoon niet gefocust op jou. Dus heb geduld, vervolg gewoon je weg. Maar vroeg of laat, dan komt het samen. En dan zul je ook weten waarom de dingen zo gegaan zijn zoals ze gaan. Ja, deze persoon heeft eigenlijk een keuze gemaakt om weg te lopen van hun oude leven. En dus er zijn heel veel veranderingen in het leven van deze persoon. En het universum vraagt je om flexibel te zijn. En vertrouwen te hebben en gewoon je pad te lopen. Want het komt goed. Het is alleen divine timing die aan het werk is, weegschaal. Oké. Sterrenbeeld schorpioen. Achtste huis. Wordt geregeerd door Pluto. Oh my god. Wordt nog niet zo makkelijk om uit mijn woorden te komen. Sterrenbeeld schorpioen, achtste huis, waterteken schorpioen, Pluto. Wat mag ik doorgeven? Wat is er positief voor sterrenbeeld schorpioen? Achtste huis, universum, achtste huis, schorpioen. Wat is er belangrijk? Oh, er zit er eentje omgedraaid. Twee omgedraaid. Zo, sterrenbeeld schorpioen. Schorpioen, universum, de beste kaarten, de meest heldere kaarten. Sterrenbeeld, schorpioen. Wat is er belangrijk voor achtste huis, schorpioen? Oh, wauw. Schorpioen, schorpioen. Oh, twee keer de King of Swords. En de Aas van Zwaarden. Twee van Zwaarden omgekeerd. De Maan omgekeerd. Schorpioen, wat ik hier zie is dat jij iemand bent die altijd helpt waar nodig is. Maar ik heb het idee dat jij nu degene bent die wat hulp nodig heeft. En je gaat iemand achterlaten, heb ik het idee. Jij hebt ook veel verantwoordelijkheden en je wil eigenlijk een nieuwe richting in je leven. Je wil ergens anders naartoe. Je bent ook wat closed off geweest de afgelopen tijd. Je bent niet zo benaderbaar geweest. Je was wat afgeschermd, wat naar binnen gekeerd. Maar er komt iemand naar je toe die jou gaat helpen. Misschien wel deze King of Swords, Waterman, Tweeling, Weegschaal. Je gaat nieuwe dingen leren, nieuwe skills ga je leren. En deze persoon helpt jou daarbij.
Je bent nog een kleine leerling hier, maar jouw talent, sorry, je talent komt naar buiten met veel fun en levendigheid en het is een hele leuke connectie. Deze persoon die gaat jou een power boost geven. Deze persoon helpt jou om weer in de flow te komen, sorry. Met alle levendigheid en je laat de zwaarheid achter je, schorpioen. De droefheid misschien ook wel, als je wel droevig. Die laat je achter je. En dus vraag om hulp aan het universum door middel van meditatie. En de hulp zal naar je toe komen, schorpioen. En het zal je heel veel nieuwe energie brengen. Top! Hi lieve boogschutters. Boogschutters universum wordt geregeerd door Jupiter, de geluksplaneet. En excuses. Dat is natuurlijk, heeft alles te maken met het negende huis. Hogere studies, reizen. Sterrenbeeld, vuurteken, boogschutter universum. Wat is positief voor de boogschutter op dit moment? Wat is er positief voor sterrenbeeld boogschutter op dit moment? Wat is belangrijk om te weten voor sterrenbeeld boogschutter? Boogschutter, dit heeft te maken met... misschien ben je wat een beetje ontevreden van het... het gewone leven, zal ik maar zeggen. Je bent natuurlijk iemand die groot denkt. Hè? Ik noem altijd het voorbeeld bij de boogschutter. Ik heb niet zo'n vis gevangen, maar ik heb zo'n vis gevangen. De boogschutter overdrijft graag. Maar de boogschutter Jupiter is ook groei en expansie. Dus groot, groot, groot. Misschien heb je wel het idee dat je leven te klein is. Dat je denkt, ik moet me toch met grote dingen bezighouden. Ik doe nu steeds hetzelfde werk of geld verdienen. Maar iets vraagt healing in je leven, boogschutter. Want je energie raakt een beetje op van dat mondaine, dat normale. Dat elke keer weer met die details bezig zijn met dezelfde dingen. Mijn werkjes doen en zo. En alles is een beetje hetzelfde voor jou. En het wordt tijd dat jij je energie terugkrijgt. Dat jij weer geïnspireerd raakt. Dat jij weer dingen doet vanuit passie. Want je bent natuurlijk een boogschutter. Dus je kunt altijd de dingen nog doen in je werk die je moet doen. Hè? Maar daarnaast kun je ook het combineren met inspiratie. Dus het werk wat je doet, dat kan dus... En dat je heel erg detailgericht werkt, maar dat je tevens ook geïnspireerd raakt. Dus dat is belangrijk. Want ik vind jullie op dit moment een beetje in een low vibration. Dus ook inderdaad lack mentality. Alles is wat zwaar, is wat hetzelfde. Het vibreert niet. En boogschutter, ik denk dat er iemand is in jouw omgeving. Ik heb hier de kaart van de ster. Waterman misschien. Misschien ben ik dat wel, dat hoop ik. Die jou kan inspireren. Die jouw visie kan opschonen. Die jou weer heldere... frisse ideeën kan geven die jou kan helpen om die inspiratie weer terug te krijgen. Dus boogschutter, dat was jullie reading. Steenbok. Hoe is het met de steenbok? Steenbok, tiende huis, wordt geregeerd door Saturnus. Alright, the page of wands. En tiende huis heeft te maken met carrière. We gaan kijken wat de steenbok allemaal van plan is. Universum, wat is er voor de steenbok op dit moment? Wat is er belangrijk voor de steenbok op dit moment? Ja, steenbok, het universum vraagt om je leven te dromen. Om je dromen te laten uitkomen. Ga spelen, ga leuke dingen doen. Misschien zijn er mensen om jou heen die jou niet begrijpen. Of die jou van jouw dromen afhalen. Of in ieder geval een droom die uit gaat komen, zie ik bij jullie. Een droom die uitkomt. Misschien een nieuwe liefde. Misschien een nieuw idee of nieuwe ideeën die je hebt. Hier die Page of Wands is ook weer iemand die onstuimig is. Klaar voor de start. Klaar om de wereld in te trekken. Niet te veel delen met andere mensen als je hele goede ideeën hebt. Hou het voor jezelf.
Misschien is er ook wel wat fysieke afstand tussen iemand, dat de pijlen van ver moeten komen. Maar misschien ga je ook wel van de grote stad naar het platteland verhuizen of zoiets dergelijks. Of is er iemand op afstand? Misschien dat er bepaalde tripjes zijn waar je naartoe gaat, die je gaat bezoeken en die jou inspireren of die je al langer hebt willen bezoeken, dat je denkt, daar wil ik naartoe. En ondanks dat anderen zeggen van, ga jij het gewoon doen? Je gaat er gewoon actie op ondernemen, want dit is vooral actie ondernemen op jouw dromen, actie ondernemen op jouw plannen, Steenbok. Dus het blijft niet bij dromen, het blijft ook echt daadwerkelijk bij uitvoeren. Sterrenbeeld Waterman. Ik ben even naar beneden gerend. Het zweet staat op mijn voorhoofd. Sterrenbeeld Waterman. Aquarius. Wat is er voor de Waterman? Sterrenbeeld Waterman. Wat is er belangrijk voor de Waterman op dit moment? Universum, 11e huis Waterman, Uranus. De planeet van de veranderingen. Dus we zullen kijken, Waterman, die altijd goed gedijt. Onder veranderingen, of er genoeg veranderingen jullie kant op komen. Even kijken, Waterman. Of heb je genoeg van al die veranderingen? Dat kan natuurlijk ook. Oké, 11e huis, het huis van vriendschappen. Sterrenbeeld Waterman. King of Pentacles. Waterman, ik zie hier een situatie, wat ik net ook tegen de stier zei. Van zekerheid. Oh, wacht, er zit mij iemand te bellen. Heel irritant. Bel ik daar wel even terug? Oké, ja. Waterman ook inderdaad van. Ja, je bent een nieuwe weg voor jezelf aan het manifesteren. En ook opruimen, inderdaad. Net als de stier een beetje. En er hangt nog iets in de lucht. Er zijn nog wat dingen niet afgerond, connecties of zo. Iets wat niet echt goed gaat. Je weet eigenlijk niet wat je ermee aan moet. En je denkt van, ja, moet ik hier nou aan vasthouden of niet? Maar dit heeft misschien te maken met iemand anders die nog in een connectie zit. Of jij zit nog ergens aan vast. Het hangt allemaal een beetje in de lucht. Het is niet echt allemaal heel duidelijk. En ja, in feite hoef je niet vast te zitten door al deze onduidelijkheden. Je kiest gewoon je eigen route, Waterman. En jij bent zelf je zekerheid. Dus je hoeft niet te wachten op wat anderen doen met hun leven. Jij moet je richten op naar binnen en daar het antwoord vinden, Waterman. Je mag je eigen intuïtie ook meer vertrouwen van. Ik kijk naar binnen en ik voel wat ik moet doen. En niet van, ik wacht tot dat is afgehandeld of dit, of daar heb ik nog een open einde, of hier zit ik nog enigszins aan vast. En belangrijk is dat er nu een einde is en een nieuwe weg. En dat heeft te maken met, jij bent hier zelf die King of Pentacles, Waterman. Dus je bent niet afhankelijk, jij bent de King of Pentacles. Jouw zekerheid in jezelf is belangrijk. Jij schept jouw weg. En hoe of wie dan ook, maakt niet uit, Waterman. Vertrouwen en stabiliteit in jezelf vinden, Waterman. En nou is dat voor mij natuurlijk heel moeilijk, want ik ben een Waterman en ik heb nul aarde in mijn horoscoop. Dus om te geloven dat ik zelf de King of Pentacles ben, dat is natuurlijk best wel een dingetje. Maar toch ja, heb je bewezen, Waterman, dat jij die King of Pentacles wel bent. Ook al is het aarde-energie. Gebruik die King of Pentacles in jezelf. Het universum wil jou gewoon laten zien. Waterman, er is niks en niemand buiten je die zekerheid kan bieden, die geluk kan bieden, die whatever kan bieden. Jij beslist voor jou wat het belangrijkste is. En ja, het universum dwingt je ook eigenlijk daarmee om die King of Pentacles voor jezelf te zijn. Dus onafhankelijkheid, Waterman. Oeh, oké. Doei, doei.
Oké, sterrenbeeld vissen. Wat is er positiviteit? Wat is er positief voor jullie? Wat is er positiviteit? My god. Sterrenbeeld vissen. Wat is er voor jullie? Wat is belangrijk voor jullie op dit moment? Sterrenbeeld vissen. 12e huis Neptunus. Wat mag ik doorgeven voor sterrenbeeld vissen? Misschien hebben we een vuurteken met een boogschutter te maken. Sterrenbeeld vissen. Ik heb het idee dat jij een ander leven wil vissen, maar dat anderen in je omgeving zeggen, nee, niet doen, vissen, niet doen. En dat heeft niks met jou te maken, maar dit heeft te maken met jaloezie. Deze mensen willen eigenlijk dat jij niet gaat veranderen, dat jij blijft waar je bent. En ja, het is eigenlijk zo dat jij hebt een bepaalde richting in je leven. Jij weet waar je naartoe wil. En die andere mensen om jou heen, die hebben dat, die richting niet zo. Dus die hebben liever dat jij blijft. Maar ik denk dat jij zoiets hebt van, het gaat allemaal om jullie. En ik kies nu mijn eigen geluk. Dus ja, goodbye, denk ik. Goodbye. Geen stagnatie meer ook. Neem de stap. Goodbye, neem de stap, geen stagnatie. Abso-freaking-lutely, abso-freaking-lutely. Ga jij dat doen, vissen? Want jij wil gewoon een richting op met je leven. En dat heeft niks met anderen te maken. Je moet gaan staan voor jezelf, je eigen intuïtie volgen. En ja, dat anderen jou willen hebben op de plek waar je nu bent. Dat is het probleem van anderen. Die moeten hun eigen leven uitzoeken. Jij moet jouw pad volgen, vissen. Dus ja, gooi het ook open wat je wil gaan doen. Hè? Hou het niet allemaal closed off van, oh, ik zeg niks. Want stel dat ze erachter komen. Nee, gooi het gewoon open en zeg wat je wil gaan doen. Zeg, kom er openlijk voor uit van, dit is mijn plan, dit ga ik doen. En ja, dat is dan jammer voor degenen die dat niet leuk vinden. Maar je hebt één leven, vissen, en jij snapt dat jij voor jezelf moet kiezen. Dus mensen, ik vond het allemaal zeer positieve readingen vandaag. Iedereen is echt hard op weg om love yourself first echt in actie te brengen. Wie ben ik? Wat wil ik in mijn leven? En soms zijn die keuzes niet makkelijk, soms is het best wel lastig, maar ik zie dat iedereen nu voor de keuze staat om voor het geluk te kiezen. Dus ik wens jullie allemaal heel veel geluk en tot de volgende keer. Doei doei!